Nou, Tjerk Smeet, dat is je derde pot als interim manager van het Kingdom Team. Dit is wel denk ik gelijk de mooiste overwinning uit je managerial carrière hier. Nou ja, sowieso. Het is de eerste overwinning. Dus ja, dan is het sowieso ook de mooiste. Maar ja, fantastische wedstrijd. En eerst hadden we al een fantastische eerste halve finale tussen Curaçao en Amerika. Dat was ook wel ongelooflijk boeiend. Niks degelijks aan die wedstrijd. En ja, toen mochten wij het overdoen. En wat een pitchersduel werd dat, ze. We hebben echt een hele goede pot gespeeld. Pitcher van Japan stond de no-hitter te gooien. Perfect game volgens mij zelfs. Tot en met de laatste twee uit, zeg maar. Tot de laatste uit. We zijn vechters, we blijven doorgaan. En we blijven vechten totdat we gewonnen hebben. En vandaag winnen we. Hele mooie plays gezien in het veld. Schoop een paar hele mooie belangrijke plays. Provar op drie hele goede plays gemaakt. Weet je, Della die maakt in de eerste inning een gooifout waardoor ze scoren. En we blijven gewoon vechten tot het einde. Het was echt een hele spannende pot. Echt petje af naar Lars ook, weet je. Ik kan wel de MVP gewonnen hebben, maar voor mij was Lars echt de MVP, weet je. De manier hoe hij ons in de wedstrijd heeft gehouden, heeft ons ook de motivatie gegeven om zeg maar te blijven vechten. En dan, dan gebeurt het op het einde. Dat is wel, het kon iets eerder, maar het was een leuk einde. Laat me het zo zeggen. Morgen speel je tegen Team Curaçao, de verrassende winnaar van het duel tegen Team USA vandaag. Hoe leeft dat binnen Team Kingdom? Ik kan me voorstellen dat je heel veel van die jongens, Dudley Leonor bijvoorbeeld, ken je waarschijnlijk nog heel goed. Ja, zeker. Ik heb met Dudley nog met het Nederlands team natuurlijk nog gespeeld. Hele goede speler natuurlijk van Curaçao. Maar we hebben zeker nog een appeltje met het schillen van de vorige wedstrijd. Dus we gaan 100% geven morgen. En dan zien we het wel. We gaan gewoon morgen winnen. Allereerst even een compliment naar Curaçao geven. Want ze spelen een fantastisch toernooi. En als je back-to-back dagen van Amerika weet te winnen, ja, doe je het fantastisch. En Hailey heeft daar een groep neergezet die hartstikke goed honkbal spelen. En zeer solide zijn. Maar ja, wat Lars ook al zei, we hebben nog wel een appeltje met ze te schillen. Dus wij kijken heel erg uit naar morgen. En dan gaan we gewoon het beste brengen wat we kunnen brengen. En zij gaan het ook doen. En dan gaan we een prachtige finale van maken. Ja, je moet zo zien. We kennen allemaal elkaar. En we hebben natuurlijk een appeltje te schillen. De eerste pot hebben hun gewonnen natuurlijk. Maar we krijgen onze revenge. En niet zomaar één in de finale. Dus iedereen is er klaar voor. Iedereen is gebrand. En we weten wat we moeten doen. Dus we kunnen eigenlijk niet wachten. Uitverkocht huis morgen. Heb je er zin in? Zeer zeker. Heb jij er zin in? Enorm veel. Heel veel succes, Dwayne. Dankjewel.